Fuck. Ik heb geen broek aan. Fuck it. Beetje moe. Drink naar Lou. Oké, yo guys, ik ben hier opnieuw met een video. Op de vorige video hebben wij de 1000 SV likes gehaald. Dat betekent dat ik een giveaway ga doen van deze mooie webcam. Het is de Logitech C520, denk ik. Ik ben niet zeker. Het is, ja, is waarschijnlijk wel zoiets. 720p, autofocus, erg goede webcam. Ja, is gewoon goed, hè. En ik ga die giveaway in. Wat moet jij doen om mee te kunnen doen aan de giveaway? Heel simpel, je deelt mijn channel. Liefst op Facebook, wat dat persoonlijk is. Of op Twitter, ja. Gewoon het liefst op Facebook. Tag mij daarin. Dus @Nathan van der Gunst of @Ace dagelijkse video's. Dan zie ik dat. Dan zeg ik van oh nice. Schrijf je naam op blaadje. Twitter, ja, mag het ook. Liever op Facebook. En je moet de video liken. En je moet zeggen in je bericht van subscribe. Ace het bijna 10.000 subs. Shit like that. En in de comments zet jij gewoon een leuke levenservaring. Dus in de comments zet jij iets heel grappig wat je overkomen is in je leven. Dus bij deze heb ik jullie ook geïnformeerd over die shit. Ik ben een beetje moe, dus ik ga even drinken. Nu even deodorant. Je kan nu vragen, hey, zit, waarom doe je die shit? Google heeft iets nieuws ingebracht, dat als jij aan je scherm ruikt, dat je echt ruikt hoe ik ruik. Dat is best goed. Dus ruik nu aan je scherm en ja. We gaan beginnen aan de video. Guys, mijn werkervaringen. Let's go. Ace hier met vandaag een nieuwe video op jullie beeldscherm. Als wij die 700 likes kunnen halen op deze video, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. En ik kan jullie zeggen, die video gaat er zwaar over qua video. Die video is episch tot de dood. Dus doe zeker een like. Vandaag spelen we Black Ops 2. Want dit spel, ik vind het echt gewoon weer een superleuk spel om te spelen. En ik weet niet, ik vind het gewoon een goed spel. Het is sowieso de beste Call of Duty die er ooit is geweest. En ik speel het met heel veel plezier. Niet zoals bij Advanced Warfare, dat ik gewoon, ja, moet doen alsof ik het leuk vind. Want dit spel vind ik ook gewoon echt leuk en ik ben er niet super goed in. Maar oké, ik kan wel een paar dingen die mensen ook kunnen. Maar vandaag gaan we het eens hebben over mijn werkervaring en holy shit. Vandaag gaan we het eens hebben over mijn werkervaring en eigenlijk, ik ben gisteren gaan werken, zoals we jullie waarschijnlijk wel hebben gezien op Twitter. En het was echt drukker. Het was super druk. Het was super mooi weer en ik, Ik werk in de horeca, voor de mensen die het niet weten. Ik werk in een soort van restaurant en holy shit. En ik werk als garçon, dus ik moet opdienen en zo'n dingen doen. En ik werk ook als barman. Bijvoorbeeld als het even rustig in de zaal, dan ga ik achter bar en doe ik daar dingen. Maar gisteren was het zo druk dat ik eigenlijk heel de dag eigenlijk in de zaal heb moeten rondlopen en echt heb moeten opdienen. En als ik klaar was met opdienen, kwam ik terug, stond er al een nieuwe plateau klaar. Moest ik die nemen, naar de tafel gaan. En zo eigenlijk heel de middag. En ik kan jullie zeggen, deze week, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, zijn het de allerdrukste dagen van het jaar bij ons in Blankenbergen. De allerdrukste dagen van het jaar, a.k.a. de havenfeesten. 4 dagen non-stop toeristen die rondlopen in Blankenbergen, omdat ze willen genieten van het weer of zo. Andere jobstudenten, andere jaren, zeiden dat het de 4 best verdienende dagen van het jaar waren. Maar ook de 4 hardst werkende dagen. Terwijl we er nu toch over bezig zijn, laat zeker weten ook in de comments waar jij al eens hebt gewerkt. Of jij al eens hebt gewerkt. En ja, waar je zou willen werken als je kon werken. Gisteren moest ik ook de keuken kuisen en die keuken is echt gigantisch. Maar om de een of andere reden heb ik toch gewoon een foto genomen van een klein stukje van die keuken. Omdat ik vond dat ik het zo mooi had gekuist. Kijk hoe mooi dit blinkt. Ik bedoel, het is is gewoon prachtig. Ook verkopen wij in de zaak die de Akoté noemt Moonshine. Ik weet niet of er mensen zijn van jullie die Moonshine kennen, maar mensen die veel naar Discovery Channel kijken, die weten waarschijnlijk wel wat Moonshine is. Het programma Moonshiners. Het is een soort whisky die illegaal gebrouwd wordt in Amerika. En dat verkopen wij dus in het café of in de restaurant, bistro, hoe je het wil noemen. En dat ziet er zo uit. En holy shit, het lijkt gewoon op pot en drank. En dat is het eigenlijk ook. Het is een soort whisky, het is chemisch en je wordt er super snel dronken van. Dus ja, ik bedoel, het is gewoon een bommetje om u tegen te zeggen. En gisteren heb ik het voor de allereerste keer verkocht. En ik stond daar zo toen die mensen vroegen: meneer, nog 2 moonshines alsjeblieft. Ik stond daar echt zo: hè, moonshine? Wat? Ik ging naar binnen en ik vroeg aan mijn baas: hey Kevin, wat is moonshine? Hij begon te lachen en heeft het me getoond. Ik vond het echt raar. Maar oké, ik bedoel, 11 euro voor een glaasje moonshine. En dat is ook weer 11 euro in de pocket. Dus ik zou zeggen tegen iedereen: ja, drink maar veel moonshine, want het brengt goed op en holy shit, kunnen we daar de spawn kill op die dude halen? Waar ben je? Oeh. What the fuck?
Ik ben misschien een rare jongen, maar ik vind het aan de ene kant wel leuk om te werken. Want als het druk is in de horeca en je bent steeds bezig met dingen doen, dan gaat de tijd zo snel dat het eigenlijk gewoon al bijna tijd is om weer naar huis te gaan. En dan ben je klaar met werken en dan heb je heel veel geld in zakken. En dan ben je gewoon blij en ik was heel blij en ik ben naar huis gegaan en ik was blij. Ik neem nog even een slokje Nalu, want Nalu is beaucoup moe. Ik zou zeggen van iedereen die een beetje jonger is dan mij, die misschien 1 jaar jonger is dan mij ofzo, of 2. Je kijkt er misschien naar tegenop om te gaan werken ofzo, omdat het veel tijd in beslag neemt. Shit, kunnen we die kerpakketjes stelen? Kunnen we deze kerpakketjes stelen? Nee, oh, joh. Ik zou gewoon zeggen, ga zo snel als je kan gaan werken. Want aan de ene kant is werken wel leuk, want je leert er erg veel dingen door en je krijgt geld en... Ja, krijgt geld. Krijgt ook geld. Dus ik zou zeggen, doe het voor het geld. En we doen gewoon nog een potje gun game, omdat het gewoon echt leuk is. Let's kill the gun game. En als ik nu win, holy shit, dan zitten we gewoon op een 2-win-streak. Ik ga gewoon elke keer als ik een Call of Duty video maak, elke keer gun game doen. En misschien kunnen we dan zo'n hot streak opzetten, van een hot streak van wins achter elkaar. Dan zit ik nu bijvoorbeeld op 1 en als ik nu win, dan zit ik op 2. Misschien kan ik dan zo gewoon proberen mijn record te verhogen of zo en zo hoog mogelijk proberen te raken. Op deze manier gaat het niet echt lukken, want ik zie dat er iemand, ik weet niet hoe hard aan het gaan is. Dus we moeten echt winnen. Holy shit, we zijn echt slecht aan het spelen. Holy shit, holy shit, holy shit. Dus we zitten nu op een 1-win-streak, zoals ik al had gezegd. Hopelijk na deze video op een 2-win-streak. En misschien dan in de volgende video op een 3-win-streak. Dan stik ik een soort van serie in een video. Ik denk wel dat je op veel Call of Duty's gun game kan spelen. Dan kan ik bijvoorbeeld gewoon ineens op MW3 of zo gun game gaan spelen. En dan terug op Advanced Warfare en dan terug op een ander spel. En dan zo heel de tijd een beetje variatie in de shit houden, dat het niet de hele tijd dezelfde bullshit is op mijn kanaal. Want anders is het ook maar eentonig en ja, eentonige channels zijn niet leuk. Ook nog even een tip voor YouTubers, zorg dat je channel niet eentonig is. Maak geen Minecraft-only kanaal, want Minecraft-only werkt niet meer in 2015. Alleen als je het heel origineel gaat aanpakken of zo, maar dat kan bijna niemand, dus ja. Probeer gewoon zoveel mogelijk variatie in je kanaal te brengen. Probeer leuke dingen te doen op je kanaal en dan kan je altijd ver komen. Als je heel origineel bent, kan je het altijd maken op YouTube. Dat is iets wat ik altijd zeg. Mensen die zeggen het lukt me niet om bekend te worden. Enige tip die ik daarvoor heb, word origineel. Als je echt origineel bent, dan word je gewoon direct in een mum van tijd bekend hoor. Dat is sowieso true shit ook best. Iemand heeft ballistic knife. Daar is de persoon met de ballistic knife. Daar is er een andere persoon met een LMG. Nu heb ik een rocket launcher. Er heeft al een persoon een ballistic knife. Waar is die persoon met die ballistic? Oké, kom op, we hebben een crossbow. Het zit er echt nog in om te winnen, want daar is die persoon met de ballistic. En we hebben onze ballistic. We hebben onze ballistic. Nice! Holy shit! Holy shit, die laatste kill ging zo snel. Oké, we zitten nu dus op een 2-win-streak. Kijk, die mooie double kill op het einde. Holy shit, gewoon naar ballistic. One shot recht in die dude's kuitbeen. Doe zeker een duimpje omhoog omdat ik weer een gun game heb gewonnen. Holy shit. Dus ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash dan die like. Vergeet niet dat er een giveaway gaande is. Ik ben Acid en ik zeg klik hier even onder op volgende video. Op random video. Allemaal leuk. Kan jij langer genieten van mijn kutte, stomme, droge humor. Ik ben Acid en ik zeg voor de 10.000ste keer. Tot morgen. Adios, bitches. Ja. Yeah. You.